een weekend waarin we zowel zullen herdenken als vieren. Op 17 oktober 1944 markeerde de start van de bevrijding van IJzendijken een essentieel moment in de bevrijding van Zuidwest-Nederland. Durven kiezen is ook een vorm van vrijheid. Net als de ruimte voelen en nemen om te mogen verschillen. Laten we kiezen voor die vrijheid in onze samenleving. En vieren dat we dit kunnen en willen. Die is uitgereikt aan Save Ukraine. Een organisatie die ontvoerde Oekraïnse kinderen redt uit het Rusland en de bezette gebieden. En met dat soort voorbeelden dan voel je je eigen bijdrage al snel nietig. Maar laat de kracht die deze laureaten uitstralen voor ons allen een bron van inspiratie zijn. Richard Brooks, Martin Regan, to name a few. This doesn't mean they will be forgotten. Their memories will always be with us. And we will return to Isidaco, maybe not in a group as we have made so many friends in Isidaco and hope to remain friends. So to end this, Jim would like to make a presentation on behalf of the REA veterans. If Jim and Anton would like to come forward to accept this as a way of saying thank you for all you have done for us. Thank you all. Komt van ons geuzelaar veel uitrustingstukken, de kolf afgeslagen geweer en munitie. In de aan het geuzen staande bakkeert waren de ramen eruit. Van daaruit was gezien de grote hoop leden, lege kolengeuzen, veel geschoten. Van hieruit hadden ze een goed uitzicht over de nacht, het geuzen gelegen boomgaard en de achterkant van de dijk. De strijd had zich afgespeeld vanaf het begin van de verspuiling, half uit de dijk, tot aan IJzendijken. Om deze ongeveer 400 meter dijk was bij de hele dag zwaar gevochten. Hoewel ik nog maar een ventje van 9 jaar was, herinner ik me die gebeurtenissen van deze tijd nog altijd heel scherp. Zodat ooit weer terugkomen, als het gebed van al die wilde mensen in de kelder zou worden verhoord, kon het niet lang meer duren. Hun schietgebeden werden verhoord. Op 17 oktober kwamen alle ellende een einde. Het was tevens mijn geboortedag. Het duurde niet lang meer voordat ik de eerste Canadese militair zag. Ik zie nog het lachende gezicht toen hij in onze kelder binnenkwam. Mijn broer Camille dacht dat het een Amerikaan was en vroeg hem via Jacques, die aardig wat Engels sprak, of er nog veel cowboys in Amerika waren. Hij voelde zich immers ook als koeienjongen een beetje een cowboy. Oh, cowboys, you find plenty of them in America. Ik was zielscontent. We konden weer vrijer ademen, letterlijk en figuurlijk. Waar een oorlog nooit geweest zou zijn en niemand zijn dierbaren mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn dromen, waar geluk en vrede heerst, waar ieder mens in mag wonen en niemand een ander zijn leven beheerst. Verstoppen, verstoppen om wie je bent, verstoppen om wat je voelt, verstoppen om wat je denkt. Waar zou jij je verstoppen? We denken terug waarom jij en ik ons niet meer hoeven te verbergen. Laat verstoppertje alleen een spel zijn, zodat we allemaal in vrijheid kunnen leven en kiezen. En elkaar zien zoals we zijn. Cornelis Isaac Haartsen, Friese, 1846 jaar. René Josephus Auguste. Ja.
Ik sta hier naast burgemeester Marga Vermu en gedeputeerde Arno Vaal. Jullie hebben daarnet bij de ceremonie rondom 80 jaar bevrijding een toespraak gehouden. Marga, je zei oorlog is meer dan alleen vrijheid is meer dan alleen geen oorlog. Kun je dat even kort toelichten? Ja, vrijheid is, betekent natuurlijk heel veel. De wereld waarin we vandaag in Nederland in ieder geval leven, dat is vrijheid. Maar vrijheid begint ook bij jezelf en hoe je het draagt ten opzichte van andere mensen. Accepteren we verschillen die er zijn in onze samenleving? Hebben we respect voor elkaar? Ja, ook dat is een stuk vrijheid. Dus vrijheid is meer dan alleen oorlog. Vrijheid, daar moet je wat voor doen, zei je. Ja, zeker. Ik denk dat we daar allemaal onze inzet voor moeten tonen om die vrijheid die we nu zo mooi hebben in ons land en ook in onze provincie, dat we die moeten koesteren. En daar moeten we echt allemaal aan blijven werken. Dus dit soort bijeenkomsten is gewoon ontzettend belangrijk, dat we nog eens geconfronteerd worden en het verhaal horen hoe dat zo vroeger gegaan is en hoe dat geweest is. En ook ja, dat we ons ook nog even beseffen, wat ik ook al zei, hè, dat niet zo ver van ons vandaan, dat die vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. Dus belangrijk om daaraan te blijven werken. Wat kan ik aan die vrijheid doen, ik als individu? Jezelf, hoe gaan we om met elkaar? Hoe respecteer ik misschien mijn buurman of mijn buurvrouw die een heel andere opvatting heeft over bepaalde zaken? En dan proberen we toch als samenleving het beste voor elkaar te doen. En gelukkig zien we daar natuurlijk heel veel mooie voorbeelden van. Hier in IJsseldijk, maar ook verder in onze gemeente en in ons land. Maar er zijn ook voorbeelden waar het niet goed loopt en waarin we niet met respect omgaan. En er een strijd heerst over opvattingen. Maar hoe kunnen we zeggen van, goh, ik heb een andere opvatting dan jou. Ik respecteer dat. Want de samenleving, dat doen we met ons allen, dat doen we samen. En ieder heeft daar ook een steentje aan bij te dragen. Daarom vind ik het ook zo heel mooi dat de jeugd vandaag ook betrokken is bij de herdenking in IJsseldijk. Kinderen van de school, van de basisschool en met het voorlezen van een gedicht. Dat we die ook betrekken bij de waarden die heersen in ons land. En die waarden, dat het belangrijk is dat we die ook respecteren met elkaar. Respect en aandacht, dat zijn de kernwoorden die we moeten hanteren, begrijp ik. Ja, dat is denk ik ontzettend belangrijk om een leefbare samenleving te houden. En ook om die voor de toekomst te borgen. Want je ziet dat het hoeft maar iets te gebeuren. Of die vrijheid staat onder druk of komt in de knel. En daarom is het juist goed dat ook vooral de jeugd hierbij betrokken wordt. Arno, de Four Freedoms Award, dat vraagt kleine toelichting. De Four Freedoms Award, dat is van de Roosevelt, de familie Roosevelt, die hier natuurlijk in het verleden vanuit Zeeland ook gewoond heeft. En die nu in New York zetelt natuurlijk. Theodore Roosevelt, de voormalige president. En iedere twee jaar doen we daar een Four Freedoms Award. Dat zijn de vier vrijheden die daarin onderzocht, zeg maar, die we waarderen, zeg maar. En daar is dit ook een heel groot onderdeel van natuurlijk, hè. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid, respect voor elkaar. Dus al dat soort zaken komen daarin naar voren. En het is altijd heel indrukwekkend om iedere twee jaar, dat is om het jaar natuurlijk in New York en het andere jaar in Middelburg, heel indrukwekkend om dat dan mee te maken. En de mensen die daarvoor uitgeselecteerd zijn, de laureaten zoals we dat dan noemen, dat maakt diepe indruk op ons en ik hoop dat dat ook voor alle mensen die dit zien en ook die bijeenkomst meemaken, dat ook echt binnenkomt. En in ieder geval op mij wel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. 80 jaar bevrijding, het is dus niet voor niets dat we daar nog aandacht aan schenken. Nee, het is heel belangrijk dat we dit elk jaar blijven doen. Dat we dat onder de aandacht blijven brengen van zoveel mogelijk mensen. Ik ben ook blij te zien dat het hier ontzettend druk is in IJsseldijk. Dat veel mensen ook goed hebben geluisterd naar alle toespraken die er zijn geweest. Dat we daar ook lering uit trekken en met elkaar die vrijheid ook bewaken. Vooral de lering en het bewaken van de vrijheid. Ontzettend belangrijk. Ja, ontzettend belangrijk. Marga, Arno, bedankt voor dit korte interview. Ik sta hier tussen Sterre en Laurens.
Laurens en Sterre hebben zojuist tijdens de ceremonie een prachtig gedicht voorgedragen. Laurens, heb jij dat gedicht zelf geschreven? Nee, dat heb ik gekregen. En ik heb dat thuis ingeoefend en hier gelezen. En hiervoor gelezen. Ja. Jij hebt het ook gekregen? Ja. Ja. Nou, het waren twee hele mooie gedichten. En jullie zijn op school ook al langer bezig met het voorbereiden van 80 jaar bevrijding? Ja, zeker. Ja? En hoe hebben jullie je op school kunnen voorbereiden? Nou, eerst hadden we een soort gesprek, zodat we konden zien wat we konden doen. En we hebben ook nog eerst gehad uitleg over de oorlog en daarna een brief, zodat je kon zien wat je kon doen. Oké, dus jullie hebben het wel heel degelijk aangepakt. En je hoorde tijdens de toespraken daarnet ook van, ja, die oorlog is wel 80 jaar geleden afgelopen, maar we moeten er nog altijd aandacht aan schenken. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het heel belangrijk, die vrijheid. Want als wij niet zouden bevrijd zijn nu, had ik ook al mijn hobby's niet kunnen doen. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar die hobby's natuurlijk. Muziek maken. Ik drum en ik speel gitaar. En ik hou ook heel erg van voetbal. Maar ik vind het ook heel belangrijk, want anders had ik nu niet met mijn familie kunnen rondhangen, zeg maar, en ook niet met mijn vrienden kunnen spelen. Nee, nou, met die familie rondhangen en die vrienden spelen, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En hoe zie jij dat? Nou ja, een beetje wel hetzelfde, want als er nu nog oorlog was, dan moesten we heel veel schuilen ook. En ja. Dus 80 jaar bevrijding, we blijven het vieren, ook tot jullie heel oud en versleten zijn. We blijven altijd denken aan, we leven in vrijheid. Ja. Ik stel voor altijd tot gewoon. Tot gewoon iedereen op is, totdat de robots leven. Tot iedereen op is. Nou, dat is een prachtig einde van dit interview. Bedankt, Laurens en Sterre. Ik sta hier tussen Sean en Jim van de Royal Engineers Association. Jim, why is it so important to come special to Holland for this kind of ceremonies? Well as the people that were killed in Eisendeiger, we've also got to remember the Royal Engineers that we lost in the explosion that happened here in 1944 during the liberation. And you've always got to remember what was lost. You always remember what's lost, and year after year you're coming to the Netherlands. This is the first time I've been here, but I'm amazed by the amount of effort that the people of Eisendijk put into this memorial. It really is a special occasion, and I'll certainly be returning again in years to come with my family and my wife. I'd like to bring them and show them how good the Eisendijk people remember both the veterans from the Royal Engineers and also the local people that died. It's very important to remember. Thank you very much.